2013 hadde vi en stor flom I innlandet av Norge. Den startet med mye regn I forbindelse med snøsmelting og kom veldig brått. Tettstedet Kvam så fikk dette store konsekvenser. Der det et lite tettsted med, som folk bor, og det var mange som fikk ødelagt huset sitt, delvis, men også en del som fikk fullstendig ødelagt huset. Vi hadde også tilsvarende flom I 2011, og det var faktisk noen som fikk ødelagt huset sitt da, akkurat bygde opp I en nytt hus, der flommen kom og tok det igjen. Vi var veldig heldige. Ingen kom til skade. Men det var store materielle skader. Mye av problemet var at det var mye regn sammen med snøsmelting. Og det var store jordskred oppe I dalen som skapte til dels flodbølger nedover mot tettstedet. Og det jo, skaper en forferdelig situasjon for de som bor der. Og enda I dag så det jo mange som redd for hvordan det kan bli framover. Belangrijkste oorzaak is de klimaatsverandering. We verwachten hier in Noorwegen de komende 30, 40 jaar een verandering in temperatuur. Wat in de winterperiode oplevert dat er meer smeltperioden zullen zijn, vaker vorst smeltperiode, dus meer afstroming. En in de zomerperiode verwachten we intensievere buien, dus meer neerslag in een kortere periode. Beide processen leveren meer bodemvries op. ...3% van totaal landoppervlak is landbouwgrond. Maar 3%. De rest is allemaal berg en natuurgebied en bossen. Dus we hebben eigenlijk een relatief klein areaal beschikbaar voor voedselproductie in Noorwegen. Dus de focus op behoud van vruchtbare grond is hoog hier in Noorwegen. Dat is een van de redenen waarom wij meedoen in het RECARE Project. Jeg har bodd her for så vidt hele mitt liv. Foreldrene mine kjøpte gården I 1958. Da var jeg 3 år gammel, så jeg oppvokst her og kjenner Vansjø ut og inn. Har benyttet Vansjø på alle måter. Lært å svømme her. Vi har lært å padle med kajak og kano og stå på vannski. Vi har vært på overnattingsturer. Og benytte området både sommer og vinter. Kjempefint skøyteområde også på vinterstid. Så det må ta med. Det med flom, det kommer med jevne mellomrom. Kanskje en gang I året, kanskje annethvert år. Vi vet aldri noe. Og det å drive en gård hvor du risikerer at avlinga drukner, det ikke noe morsomt. Så det hele kommer av at Mosselva, som det eneste utløpet, tar bare 1/3 av hva som kommer inn I Vansjø, hvis det virkelig går feil. Så da, hvis ikke de har tappet Vansjø ned på forhånd, så de har et flommagasin å gå på, så det et kjempeproblem. Du, I høsten 2000 så hadde vi en flom som på det lokale, det vi angir på høydeforskjell på Vansjø, sa 4,40 meter over det som, eller var på 4,40. Det 2 meter og 29 centimeter høyere enn det I dag. Nå det så ofte flom at vi tør ikke å dyrke kostbare vekster ned på området der. Vi har, når faren min drev, så hadde vi poteter, og vi hadde forskjellige grønnsaker I vekstskiftet på området. Det har vi nesten ikke lenger I hele tatt. Vi tør ikke. Og det som vi har en kombinasjon av at vi ikke kan dyrke det vi gjerne vil dyrke der nede,
plus att vi får skador. Har du tänkt på att flytta? Brukar filma. Er zijn verschillende oplossingen. Onze focus is in eerste instantie om het water tegen te houden. Zolang je het water vast kunt houden in het gebied zelf, zal het ook nooit bodemverlies opleveren. Dus we proberen het water bovenstrooms tegen te houden in opvangbekkens. Zorgen dat het langzamer over het oppervlak afstroomt, dat het niet in één keer in de beek terechtkomt, waardoor je dus een hoge piekafvoer gaat krijgen. We proberen het allemaal een beetje rustiger te krijgen. Nou, dat heeft als voordeel dat je ook op het oppervlak niet zoveel erosie krijgt als nu. En het andere voordeel is dat je rivier rustiger wordt en dat je dus ook niet zo'n oevererosie krijgt. Dat ook de rivier meer binnen zijn bedding blijft wat die behoort te doen. Totalt sett er det planlagt 5 dammer som skal ha denne funksjonen. Den første nå under bygging. Og når de på plass, så mener samfunnet at vi har gjort det vi kan for å sikre tettstedet, og at det fortsatt skal være trygt å bo i Kvam. Det blir en trygg og bra plass å bo. De Noorse bidrage in het RECARE project is gericht op bodemverlies door overstroming. Wat voor maatregelen kun je nemen om dat bodemverlies tijdens een overstroming tegen te gaan? En dat is een van de maatregelen is stabilisering van de oevers. Een andere maatregel is om te voorkomen dat er overstroming komt. Nou, wat je hier ziet is een duidelijk voorbeeld van wat er gebeurt bij hoogwater. Je ziet dat hier een behoorlijk stuk van de oever in de rivier terecht is gekomen bij een hoogwaterepisode. En helemaal langs die rivier zie je die beddingen inzakken naar het water toe, afkalven naar het water toe. En dit levert dus heel veel verlies van bodem op en dat is wat we in dit project willen tegengaan. Nou, hoe voorkom je nou dat bij hoogwater te veel grond wegspoelt? Dus om de oevers van de rivier te stabiliseren, of van de beek in dit geval. En dat kun je op verschillende manieren doen. Een van de manieren is, zoals achter mij, is met bos. En een andere manier is met op landbouwgrond zelf, met een grasstrip. Bos is gunstiger, verwachten we. Want bos zal de oever droger houden. Waardoor de stabiliteit van de grond groter is. En daarnaast, de wortels van de bomen, zal de oever ook veel beter stabiliseren dan graswortels. Het nadeel van bos is natuurlijk dat je landbouwgrond kwijt bent. Zo'n grasstrook wordt nog gebruikt door de boeren, daar wordt nog productie, er wordt gras van afgehaald, wat voor veevoer gebruikt wordt. Dus dat geeft dan nog weer een extra inkomsten voor de boeren. En landbouwgrond is schaars, dus dat heeft voor boeren een beter voordeel. Ja, dit is een vrij simpele oplossing om afstroming vanaf je grond tegen te gaan. Wat je hier doet eigenlijk is daar waar het water is geconcentreerd een grasbaan neerleggen. En daarmee rem je het water wat af en je voorkomt dat het water in de bodem snijdt. Dus je voorkomt dat er bodem meegenomen wordt door het water, dat je dus bodemerosie krijgt. Har du tenkt å flytte? Noen ganger så lurer vi på det. Men jeg jo oppvokst her og dette stedet betyr veldig mye som her inne. Men når vi ser vannet stiger, og det blir flom, og det ikke blir gjort noe for å tappe, de for sent ute hver gang, så ja, da lurer vi på hva vitsen. Så vi bønder da. Uka etterpå så vi i full gang igjen med å reparere og ser framover og glemmer at dette kanskje kommer tilbake igjen.